Driven by curiosity, we just want to know. In Dutch we ask so frequently, is dat nou wel zo? Op de campus Heijendaal, we all dare to die. Even whether we are proud, proud to be about. Schijnen open de deur, we all share the key. Together we are about universe. Onderzoek doen we allemaal, toto animo. En vragen is ons ideaal, is that really so? Op de campus Heijendaal, we all dare to doubt. Even whether we are proud, proud to be about. Schijnen open de deur, we all share the key. Together we are about university. Schijnen open de deur, we all share the key. Together we are about university. Schijnen open de deur, we all share the key. Together we are about university. Thank you.
Volgens de traditie van onze universiteit openen we deze zitting met de woorden Spiritus Sancti, gratia illuminet, sensus et corda nostra. Gaat u zitten. Welkom, Majesteit. Het is voor ons van speciale betekenis dat u hier vandaag aanwezig bent om het eeuwfeest met ons te vieren. Welkom ook aan de commissaris van de Koning in Gelderland, burgemeester van Nijmegen, vertegenwoordigers van de Raad van State, Staten-Generaal, vertegenwoordigers andere provincies, andere ook Duitse gemeenten, ministerie, kerk in alle geledingen, culturele instellingen, collega's van zusterinstellingen uit binnen- en buitenland, toezichthouders, bestuurders en oud-bestuurders van het Radboud UMC en de Radboud Universiteit, beste studenten, beste collega's, iedereen die hier vandaag bij ons is. Na het terugtreden van Han van Krieken sta ik hier als plaatsvervangend rector en ik heet u allemaal heel hartelijk welkom bij de 100ste Dies Natalis van onze universiteit. Graag geef ik het woord aan de voorzitter van het college van bestuur, professor Daniël Wigbolders. Majesteit, geachte aanwezigen, vandaag, precies 100 jaar geleden, op deze plek in de vereniging, was de plechtige opening der Rooms-Katholieke Universiteit gevestigd in Nijmegen. Bij de start was de universiteit beperkt in omvang met 3 faculteiten: godgeleerdheid, letteren, inclusief wijsbegeerte, en rechtsgeleerdheid. 3 boekenfaculteiten die relatief goedkoop waren. In de jaren 50 volgden na een rijkssubsidie de faculteiten geneeskunde en wis- en natuurkunde. De universiteit verplaatste zich langzamerhand vanuit het centrum naar landgoed Heijendaal aan de rand van de stad. Verschillende disciplines werden in de jaren 60 samengebracht in de faculteit sociale wetenschappen en tenslotte eind jaren 80 vormde zich de faculteit managementwetenschappen. Landgoed Heijendaal werd een groene campus waar zowel de brede Radboud Universiteit als het Radboud UMC gehuisvest zijn. Er is veel gebeurd en veranderd in 100 jaar. De bijzondere start van onze universiteit als academische kroon op de katholieke emancipatie aan het begin van de vorige eeuw. De zware wissel die de Tweede Wereldoorlog trok op de nog jonge universiteit, zowel op haar academische gemeenschap als haar infrastructuur. Het bezinnen op haar bijzondere karakter als katholieke universiteit, bijvoorbeeld door theoloog Edward Schillebeeks in de jaren 60. De roerige jaren 60, met de bezetting van de aula die werd omgedoopt tot permanent discussiecentrum. De groei van de universiteit in de decennia die volgde en de naamsverandering naar Radboud Universiteit in 2004. Onze universiteit komt voort uit de samenleving, draagt al 100 jaar bij aan de samenleving en reflecteert deze in al haar facetten, met vele mooie en soms ook moeilijke momenten. We zijn vandaag bijeen om hierbij stil te staan. Al die jaren is de Radboud Universiteit verbonden gebleven met haar oorsprong, de katholieke emancipatiebeweging. De wijze waarop hier invulling aan gegeven wordt, verandert door de jaren heen. Maar het is deze bijzondere oorsprong die ons inspireert en uitdaagt om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Om van betekenis te zijn. Juist ook in de wereld van nu,
die getekend wordt door klimaatverandering, gewapende conflicten en aanslagen, door de kwetsbaarheid van mens en natuur. In het kader van dit bijzondere lustrum reiken we na de pauze 6 eredoctoraten uit. Zo dadelijk volgt eerst de installatie van onze 60ste rector magnificus José Sanders. Zij volgt Han van Krieken op, die enkele weken geleden zijn taken als rector heeft neergelegd en die we dankbaar zijn voor zijn inzet en vele bijdragen aan onze universiteit. Na José's aanvaardingsrede krijgt studente Amber Stoelman het woord. En er is bijzondere muziek. Ook de burgemeester van Nijmegen zal spreken. Ten slotte, de recente berichten en discussies rondom verschillende vormen van ongewenst gedrag en hoe we hiermee omgaan op onze campus raken ons. Een veilige omgeving is voorwaardelijk om te werken met elkaar en te leren van elkaar. We werken er hard aan om hier beter en duidelijker mee om te gaan. In de rede die Jos Schrijnen, de eerste rector van onze universiteit, een eeuw geleden op deze plek uitsprak, argumenteerde hij dat het verspreiden van kennis niet het hoofddoel is van de universiteit. Zij moet ook een werkplaats van wetenschap zijn en een milieu scheppen van vruchtbare intellectuele samenwerking en wisselwerking. Het is deze vruchtbare wisselwerking die onze continue aandacht verdient en die ik iedereen, op welke wijze ook verbonden aan onze universiteit, voor de komende 100 jaar toewens. Dank voor uw aandacht. Waar geluk met het 100ste bestaansjaar van de Radboud Universiteit. Herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen der Radboud Universiteit. Van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan. Gratis Radboud voor je 100-jaarsdag. 庆祝 100周年. 庆祝 拉德堡的大学 100周年生日快乐. Вітання з річним ювілеєм університету. Auf zum Universitat zum Gade Jubiläa. Enhorabuena en el centésimo aniversario de la universidad. Jährlich Glück mit die 100 Jahre. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk Universitas Radboud. Wszystkiego najlepszego z okazji stulecia Radboud. Congratulations on the university's 100th anniversary. Vandaag installeren we onze nieuwe rector, professor José Sanders. Professor Sanders is hoogleraar communicatie en organisaties en tot op het moment dat ze zometeen haar rectoraat aanvaardt, decaan van de letterenfaculteit van deze universiteit. José, mag ik je vragen naar voren te komen? Thank you.
Salve, recto magnifice, iterumque, salve. José, mag ik je verzoeken je aanvaardingsrede te houden? Majesteit, geachte aanwezigen. Wat heb je nodig om aan de Radboud Universiteit te komen studeren? Toen ik precies 40 jaar geleden als eerste generatie student begon aan deze universiteit met de studie Nederlands, had ik niets anders bij me dan mezelf en een rugzak vol nieuwsgierigheid en onzekerheid. En het was genoeg. Dat is hier genoeg. En dat blijft genoeg. Gender, geaardheid, herkomst, iedereen kan meedoen. Geen kruiwagens, geen chique manieren, het doet er niet toe. Of wat ik bijvoorbeeld wel meebracht, een zwaar Twents accent en een hele dikke bril, gaf ook niks. Breng jezelf mee, hoe je bent. Breng vooral vragen mee. Je weet nog niet wat je gaat ontdekken. Of wie je wilt zijn, voor jezelf, voor anderen, voor de samenleving. Bij de start van deze universiteit had men vooral academische beroepen voor ogen. Rechter, leraar, later ook arts. De eerste rector, Jos Schrijnen, schreef destijds eigenhandig de eerste 189 studenten in, onder wie liefst 20% vrouwen. Hij was er trots op, want dat was in zijn eigen woorden een ruim percentage. Het doel van de nieuwe universiteit was geen smalle identiteitsinstelling, maar juist de emancipatie van velen die eerder de weg naar de universiteit nog niet hadden gevonden. De vragen die zij meebrachten hebben de afgelopen eeuw geleid tot goed en relevant onderzoek en onderwijs. En daar willen we de komende eeuw nog veel meer van gaan maken. Maar die emancipatiedoelstelling van toen houdt ons wel een spiegel voor. Wij hebben meer studenten en medewerkers uit verschillende groepen nodig. Iemand met een andere achtergrond kan andere vragen stellen. Relevante vragen, onmisbare vragen. Die zullen leiden tot nog relevanter en duurzamer onderzoek en onderwijs. Neem bijvoorbeeld Katalin Caricot, die hier vorig jaar een eredoctoraat ontving en onlangs de Nobelprijs kreeg voor haar baanbrekende vaccinonderzoek. Zij vertelde ons hoe ze haar land verliet en telkens op nieuwe plekken met niets dan haar eigenwijze vragen weer verder ging. Haar nieuwsgierigheid hield haar gaande, decennia lang. Als Radboud Universiteit mogen wij meer doen om onze deuren te openen voor iedereen. Zijn wij verwelkomend genoeg voor mensen die van dichtbij of van ver weg naar ons toe komen met hun vragen? Laten wij kritisch kijken naar onszelf en dat gesprek aangaan. Wij mogen wel ons best doen om meer kleur op de wangen te krijgen. Iedereen die van betekenis wil zijn, is welkom. Breng jezelf mee. Jezelf en een rugzak vol nieuwsgierigheid. Is er uit onze eeuwoude geschiedenis nog iets op te diepen? Een woord, een beeld dat we mee kunnen nemen voor onderweg? Toen ik zojuist deze keten omgehangen kreeg, kon ik zien wat u niet zag. En dat is dat aan de binnenkant, onderaan, een nieuwe afbeelding is toegevoegd. Voor de gelegenheid van dit eeuwfeest werd de heilig verklaarde Titus Brandsma daarin gegraveerd. Hij was een voorganger van Han van Krieken, van mij en een van de in totaal 60 rectoren tot en met vandaag. In de Tweede Wereldoorlog weigerde Titus Brandsma de katholieke persvrijheid op te geven en betaalde daarvoor met zijn leven in Dachau. Zijn beeld om dicht op het hart te dragen. Hoe kan dat ons helpen?
Kijken naar een martelaar is als kijken in de zon. Het beeld is te scherp, je kunt er niet bij. Zijn moed om voor de waarheid op te komen. De goedheid waarmee hij zijn lot heeft aanvaard. De innerlijke vrijheid die hij niet, nooit opgaf. Te groot om te bevatten. Waarheid, goedheid, vrijheid, grote woorden die we alleen kunnen afpellen tot iets dat behapbaar en draagbaar is, vol nieuwsgierigheid te stoppen. Ten eerste de waarheid. Die gaan we niet relativeren tot iets dat ook maar een mening is. Hier aan de universiteit zoeken we naar feiten, naar theorieën die we kunnen toetsen, naar argumenten die we kunnen onderbouwen, naar kennis die we kunnen delen zonder angst en waarmee we onze steeds ingewikkelde wereld begrijpen en haar uitdagingen tegemoet treden. De universiteit is geen meningenfabriek, maar een kraamkamer van kritisch uitgewisselde kennis. Kennis die nooit klaar is. Het zoeken naar waarheid is nooit klaar, nooit af. En dat besef is aan de universiteit niet beperkend, maar bevrijdend. Ten tweede, de goedheid. Die gaan we niet kleineren tot iets dat alleen maar blij moet maken. Het mag hier wel degelijk schuren, want we zijn niet bij elkaar met mensen die we allemaal zelf uitgezocht hebben. We moeten elkaar met respect bejegenen. We mogen met elkaar van mening verschillen en we kunnen fouten maken. En dan niet alleen een mislukt experiment of een onvoldoende tentamen. We kunnen ons vergist hebben. We kunnen veranderen. Niemand die hier binnenkomt is al helemaal klaar, is al af. Want als dat zo was, had je niet hoeven komen. In de onderlinge uitwisseling kunnen wij leren en groeien. En dat gesprek houdt nooit op. Goedheid biedt zowel duidelijkheid als vertrouwen en ruimte aan mensen die nooit af zijn, maar die met elkaar in gesprek blijven. Ten derde de vrijheid. Die gaan we niet verstikken tot iets dat nauwelijks lucht krijgt onder een deken van leerlijnen, toetsingskaders en eindtermen. Hier leiden we jonge mensen op voor een wereld die wij nog niet kennen en die zich nauwelijks laat voorspellen. De disciplines die wij gisteren formuleerden zijn misschien niet de behoeften van morgen. Universitaire opleidingen moeten ook vrijheid bieden om te kiezen, om te combineren en te ontwikkelen. Studeren is leren ervaren wat je betekenen wilt. Of, in termen die eeuwenoud zijn, de eigen waardigheid als persoon ontdekken. Laten wij als wetenschappers die vrijheid omarmen en vertrouwen op wegen naar betekenis die niet klaar zijn, nooit af, maar steeds opnieuw door studenten gevonden worden. Dat wens ik onze universitaire gemeenschap toe en daarvoor zal ik me met hart en ziel inzetten. Wat een super idee dat rectoren de komende eeuw hun werk mogen doen met een teken van waarheid, goedheid en vrijheid op het hart. En zo de rugzak van studenten en medewerkers aan onze mooie Radboud Universiteit een beetje bijvullen. Ik dank u, Raad van Toezicht, College van Bestuur, decanen, collega's en studenten, voor uw vertrouwen dat ik mijn best zal doen om de waarheid in vrijheid te dienen. En ik vertrouw op mijn beurt op uw goedheid, want ik ben natuurlijk ook helemaal niet af. Al is in de loop der jaren mijn Twentse accent wel iets lichter geworden en kun je tegenwoordig gelukkig heel dunne brillen kopen. Ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk dank. Ik heb nu het genoegen om een van onze talentvolle studenten aan te kondigen. Zij volgt de masteropleiding Gender Equality, Diversity and Inclusions in Politics.
en zij is een fervent voorvechter van de mensenrechten. Hier is Amber Stoelman. We staan hier vandaag op de 100ste verjaardag van de Radboud Universiteit, met als thema van betekenis. Toen ik voor het eerst hoorde over dit thema, was er één citaat dat meteen in mijn hoofd opkwam. Service to others is the rent you pay for your room here on earth. Het zijn de woorden van de legendarische Muhammad Ali. Dit citaat is het beste antwoord dat ik kan geven op de vraag waarom ik maatschappelijk betrokken ben en deze huur betaal. Het voelt niet als optie, het voelt als vanzelfsprekend. Een aantal maanden geleden werd mij gevraagd, wanneer was het eerste moment waarop jij besefte dat je van betekenis kon zijn voor een ander? Eerlijk gezegd moest ik daar een tijdje over nadenken. Het eerste moment kan ik me niet meer herinneren, maar eentje is me zeker bijgebleven. Het was ongeveer 6 jaar geleden toen ik vrijwilligerswerk deed bij de kindertelefoon. Ik sprak met een kind dat het leven niet positief meer inzag. Sterker nog, dit was iemand die geen reden meer zag om door te gaan met leven. Wat dit kind op dat moment nodig had, was iemand die kon laten zien dat er wel licht is aan het eind van de donkere tunnel. Op dat moment kon ik die persoon zijn. En aan het eind van ons gesprek deelde het kind en ik hetzelfde positieve perspectief. Ik zal nooit weten hoe het verder is gegaan met dit kind. Je weet niets meer van elkaar dan dat de ander je vertelt. Dus weet je ook niet hoe het leven van de ander verder gaat. Maar wat ik wel weet, is dat op dat specifieke moment het kind een luisterend oor nodig had. Een positieve stem. Soms is dat alles wat je kunt geven. En kan dat net het ene verschil maken. Soms ben je door het gesprek aan te gaan al van betekenis voor een ander. Tijdens de 4 jaar dat ik hier heb gestudeerd, heb ik gezien hoe ook een universiteit maatschappelijk betrokken kan zijn. Sommigen vragen zich af of dat niet wat te ver gaat. En of het niet beter is als deze universiteit zich houdt bij neutrale uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Maar een belangrijk punt dat daarin ontbreekt is verantwoordelijkheid nemen en het belang zien van het creëren van positieve impact. Zowel studeren als wetenschappelijk onderzoek doen zijn enorme privileges. Dus wat doen we met die privileges? Zouden we die niet moeten helpen om ook mensen zonder die privileges vooruit te helpen en te kijken naar hoe we het studeren en wetenschap zo toegankelijk mogelijk kunnen maken? En naar hoe we onze maatschappij kunnen versterken en verbeteren met ons onderzoek? Neutraliteit helpt de maatschappij niet vooruit. Het gezegde luidt, als je nergens voor staat, zul je overal voor vallen. Een wetenschappelijk onderzoek is niet gekleurd, maar kan wel in dienst staan van maatschappelijke kwesties. Daarnaast hoeven niet alle studenten hier dezelfde mening te hebben. Nee, het gaat erom dat je als student in staat bent je eigen inhoudelijke mening te vormen. En dat je bereid bent te leren van anderen. En zo niet alleen de grenzen van de wetenschap, maar ook de grenzen van je eigen kunnen weten verleggen. De afgelopen jaren heb ik zowel binnen als buiten de collegezalen meer van mijn identiteit en interesses gevonden. Bijvoorbeeld door het nemen van minors in conflict studies en gender studies en een bestuursjaar bij het UNICEF studententeam. Het kon, ik vond het leuk en die ruimte werd mij hier gegeven. 100 jaar geleden werd deze universiteit opgericht met het doel om de positie van de maatschappelijk achtergestelde katholieken te versterken. Maar wat is de missie voor de toekomst? Niets is blijvend. U niet, ik niet, de universiteitsgebouwen niet. Dus wat laten we achter voor de volgende generaties die de Radboud Universiteit vormen? Ook voor de toekomst hoop ik dat de passie voor het creëren van positieve impact voortleeft. Dat deze universiteit blijft opkomen voor sociale en culturele groepen die benadeeld worden in de samenleving.
En dat dat niet alleen het streven buiten, maar ook binnen de universiteitsmuur is. Dat je welkom bent, ongeacht je afkomst, hoe je identificeert of hoe je eruit ziet. En dat je je hier welkom voelt. Dat is wat ik de komende generatie studenten toewens. Uiteindelijk vormen ook studenten de toekomst. En wat wij hier meekrijgen als studenten, is wat we meenemen naar die toekomst. Dus door te laten zien wat duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale veiligheid zijn, kunnen we voor toekomstige generaties studenten en voor de samenleving van betekenis zijn. Juist nu, maar ook in de volgende 100 jaar en daarna. Voordat u naar huis gaat, wil ik u 2 vragen meegeven om aan uzelf te stellen. Hoe betaal ik mijn huur hier op aarde? En hoe ben ik van betekenis voor een ander? Dank u wel. Dank je wel, Amber, voor deze indrukwekkende en ook wel confronterende toespraak. Heel goed. Dan geef ik nu graag het woord aan onze collegevoorzitter, Daniël Wigboldus. Dankjewel, Amber. Majesteit, geachte aanwezigen. Tijdens de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit kregen we een idee. Zouden we ter ere van het lustrum de verbondenheid van de universiteit met de stad Nijmegen en met de regio kunnen uitdragen op een uitnodigende, zichtbare wijze die toegankelijk zal zijn voor iedereen? We hebben in meerdere levendige brainstormsessies en bijeenkomsten verschillende partijen bijeengebracht om met ons mee te denken. De gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, Museum de Bastij, de provincie Gelderland, buurtbewoners en vele anderen. Het was een leerzaam en boeiend proces om met zoveel partijen tot een breed gedragen idee te komen dat we in de komende periode gezamenlijk hopen te verwezenlijken. Allereerst de plek. Aan de Lentse Warande, aan de overkant van de Waal, komt veel samen. Het is een voor iedereen toegankelijke plek waar heden en verleden met elkaar verbonden zijn. De bijzondere spiegel Waal-Nevengul die overstromingen voorkomt. De brug, de oversteek en het oorlogsverleden daar, de Romeinse geschiedenis en het prachtige uitzicht op de oudste stad van Nederland. Wat gaan we doen? We willen samen met iedereen, al onze partners, 2 luisterschalen bouwen die de 3 kernwaarden van onze universiteit representeren. Nieuwsgierig, reflectief en verbonden. De eerste luisterschaal stimuleert de nieuwsgierigheid. Als bezoeker kun je daar QR-codes scannen die als de wijzers van een klok in 360 graden op de omgeving gericht zijn. Zo leer je over het verleden, het heden en de toekomst van deze bijzondere omgeving, de natuur en de cultuur. De tweede luisterschaal is gericht op reflectie. De QR-codes leiden je naar kennis en verhalen over bijvoorbeeld het klimaat, de samenleving en onszelf. Ook zonder smartphone valt er genoeg te beleven en leren. De 2 luisterschalen nodigen uit om op grote afstand naar elkaar te luisteren en elkaar te verstaan. Elkaar te ontmoeten op een bijzondere manier. Fluister aan de ene kant en hoor 50 meter verderop wat gezegd wordt. Scholen en andere geïnteresseerden kunnen mini-colleges volgen en verzorgen rondom de luisterschalen en de podia waarop de schalen staan.
De Radboud Universiteit gaat er zorg voor dragen dat de aangeboden kennis actueel en interactief blijft, gericht op een breed publiek. Op deze wijze willen we, met hulp van iedereen die met ons mee wil doen, verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Het onzichtbare zichtbaar maken en de verbondenheid tussen de universiteit en haar omgeving uitdragen als cadeau van ons allen aan de stad Nijmegen. Dank u wel. Graag nodig ik nu uit op het podium de directeur van de stad Schouwburg en de prachtige concertgebouwde vereniging Eva Middelhof en onze vicevoorzitter Agnes Muskens. Majesteit en geachte aanwezigen, beste jarige Radboud Universiteit. Het is mij een grote eer u vandaag een welluidend cadeau te mogen presenteren. De wereldpremière van het muziekstuk Facultas. In 1923 werd in deze zaal de oprichting van de universiteit gevierd. En wat bijzonder dat nu, 100 jaar later, de feestelijkheden opnieuw hier plaatsvinden. Voor culturele instellingen is een universiteit in de stad een levensader en een inspiratiebron. Kunst en wetenschap gaan dikwijls hand in hand. Wetenschappers en kunstenaars voelen dezelfde passie. Ze worden gedreven door nieuwsgierigheid en proberen vat te krijgen op de wereld om hen heen. De stad Schouwburg en de vereniging zijn ontzettend trots op de Radboud Universiteit vanwege uw betekenis voor de stad en de cultuur. En vandaag doen we graag iets terug. We hebben de jonge Nederlandse componist Sam Hak gevraagd een nieuw stuk voor piano te schrijven. Sam, die zich identificeert als non-binair, maakt muziek in een breed scala aan klassieke stijlen. Hun composities spelen in op hedendaagse kwesties als gender en klimaat. En het geschenk voor Radboud draagt de titel Facultas, dat zich laat vertalen als vermogen, kracht en bekwaamheid. Allemaal woorden die zeker op u van toepassing zijn. Deze compositie viert het academische leven in een korte energieke beweging. En de wereldpremière van Facultas wordt uitgevoerd op onze gloednieuwe vleugel, bespeeld door Sean Morgan Rooney, een van de meest vooraanstaande jonge pianisten van zijn generatie. Hij won diverse prijzen en treedt regelmatig op in binnen- en buitenland en vanmiddag voor ons in Nijmegen. Beste Radboud Universiteit, van harte gefeliciteerd namens ons allen en nog vele, vele jaren. Beste Eva, namens de Radboud Universiteit wil ik u alvast hartelijk bedanken voor dit hele mooie geschenk waar we nu naar gaan luisteren.
Tjonge, wat een mooi, indrukwekkend cadeau. Hartelijk dank, nogmaals, Eva Middelhof en Jean-Marc Ronny voor deze mooie uitvoering. Ik weet zeker dat we dit nog vaak zullen horen op bijzondere momenten in de toekomst op onze universiteit. Als een mooie, muzikale bevestiging dat kunst en wetenschap voor elkaar van betekenis zijn. Kunst verhoogt de feestvreugde, dat blijkt ook nu weer. Mag ik dan nu de volgende gast uitnodigen, alumnus aan onze universiteit en burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Dank u wel. Geachte aanwezigen, dames en heren, namens gemeentebestuur ook van mijn zijde een hartelijk welkom in onze stad bij de viering van dit jubileum. En in bijzonder wil ik zijn majesteit, onze koning, hartelijk welkom in Nijmegen heten. We zijn bijzonder vereerd dat u in ons midden wilt zijn vandaag. Ik richt me vervolgens graag tot iedereen die bestuurlijk betrokken is bij de universiteit. Die werkt aan de universiteit met vele collega's, die studeert aan de Radboud Universiteit. U met name feliciteer ik vandaag van harte met dit bijzonder jubileum. Hoewel het soms wat roerige tijden lijken, is het van belang dat we vandaag het belang van de universiteit als een instituut met grote waarde voor Nijmegen ook echt vieren. En daarom feliciteer ik ook de stad. Nijmegen zou de stad van vandaag niet zijn zonder universiteit en het studentenleven. In plaats van een willekeurige provinciestad zijn we anno 2023 een innovatieve kennisstad. Met een bruisend karakter en een relatief jonge bevolking. Niet voor niets is ons motto Old City, Young Vibe. De Latijnse vertaling moet nog volgen. Nou was het 100 jaar geleden niet vanzelfsprekend dat Nijmegen destijds de bakermat van deze universiteit zou worden. Ik baseer me op een bloemlezing uit de geschiedschrijving door de universiteitshistoricus Dr. Jan Braber over de concurrentie die er toen de tijd heerde. De keuze voor Den Haag die zou niet goed vallen bij de zuidelijke katholieken, was de overweging. En Maastricht lag te ver van het midden van het land. En het Roomse Tilburg werd vooral gezien als industrieel centrum zonder rijk intellectueel leven, vond men toen. Hè? Nijmegen daarentegen was gunstig gelegen. Had naast katholieken ook een interessante portie andersdenkende en ik citeer, was in ieder geval niet minder geschikt dan de andere steden. Dit zijn zinnen die elke bestuurder tegenwoordig tot bescheidenheid moet stemmen. Maar daarmee was het nog niet gelopen toen eenmaal het oog viel op Nijmegen. Want toen Nijmegen eenmaal de kanshebber was, barstte in de stad nog een politieke, zo niet religieuze strijd los met dagelijkse redes, demonstraties en pamfletacties. Voorstanders benoemden economische en culturele voordelen voor de stad. Niet-katholieken vonden het onterecht dat zij moesten meebetalen aan katholiek onderwijs, dat slechts particulier belang zou dienen. De stad moest namelijk een bedrag op tafel leggen. De katholieken waren weliswaar met 2/3 in de meerderheid in de bevolking, maar brachten slechts de helft van de belastinggelden op. En zo kwam het dat op 7 februari 1923 de gemeenteraad allesbehalve unaniem was. 16 katholieken stemmen voor en 15 andersgezinde stemmen tegen. 1 stem verschil. Een eeuw later, geacht aanwezigen, is Nijmegen een open stad, waar ruimte is voor iedereen. En de universiteit, haar medewerkers en studenten hebben een warm plekje in het hart van velen. Ik geef toe, ik heb niet aan de gemeenteraad een nieuw vertrouwensvotum gevraagd. Maar ik ben ervan overtuigd dat de stemming deze keer unaniem zou zijn. Unaniem voor de goede orde. En daarom, specifiek richt ik me tot de geachte leden van het college van bestuur namens de universitaire gemeenschap, wie jarig is, krijgt ook cadeaus. 2 om welgeteld te zijn uit onze handen. Althans uit onze handen. Het eerste cadeau betreft een heel karakteristiek gebouw op de meest historische plek in de binnenstad. Het Stevenskerk of tegenover de Stevenskerk. Het gaat om de Latijnse school. Hier stond sinds 1310 al een Latijnse of apostolische school en rond 1544 werd dit gebouw een gymnasium. Het verdient een hedendaagse invulling die bruist.
mensen aantrekt en de verbinding tussen stad en universiteit illustreert. Een university in residence in de binnenstad past bij impactvol onderwijs en onderzoek. Wetenschap kan hier laagdrempelig gepresenteerd worden aan het publiek. De Latijnse school kan een ontmoetingsplek worden voor wetenschappers, studenten, onderzoekers, ambtenaren, inwoners en ondernemers. En het gemeentebestuur wil om die reden de universiteit die Latijnse school in bruikleen aanbieden, in ieder geval van de periode van begin volgend jaar tot medio 2025. Dan is er nog een tweede cadeau. Dat is meer van wetenschappelijke aard en waarde. De universiteit had 100 jaar geleden, toen ze startte, de boekenkast nog niet zo goed gevuld als die heden ten dagen gevuld is. Al is die dan wat meer digitaal gevuld tegenwoordig. Om die reden is er toen een waardevolle collectie historische boeken in bruikleen aan de universiteit gegeven. Het gaat om werken over geneeskunde, natuurwetenschap en waterhuishoudkunde, theologie en rechtsgeleerdheid, klassieke teksten en literatuur. Het oudste werk dateert uit 530. En tot de verzameling hoort ook de befaamde meertalige Biblia Regia, ofwel de Koningsbijbel, gedrukt door Plantijn uit Antwerpen. Deze werken zijn nergens in betere handen gebleken dan bij u. En daarom willen we deze boeken na 100 jaar aan u schenken. Dames en heren, geacht aanwezigen, cadeaus zijn slechts symbolen van dank voor de grote waarde die de Universiteit van Nijmegen heeft. De universiteit heeft in de afgelopen eeuw naast indrukwekkende academische prestaties op verschillende manieren blijk gegeven van verantwoordelijkheid richting de stad. Ze heeft haar kritische en onafhankelijke rol met verve vervuld. Zo verzetten Nijmegen studenten en rectoren, waaronder de heilig verklaarde pater en rector Titus Brandsma, zich tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk tegen de bezetter en kwamen op voor Joodse stadgenoten. En nog altijd zet de universiteit zich in voor kansengelijkheid voor inwoners, bijvoorbeeld door het laagdrempelig maken van kennis. Elke keer dat medewerkers meewerken aan journaals of actualiteitenprogramma's, zetten ze ook Nijmegen op de kaart. En er wordt veelvuldig samengewerkt in lokaal en regionaal verband rond maatschappelijke en economische vraagstukken. Uiteraard zijn de universiteit en het universitair ziekenhuis van wezenlijk belang voor onze economie en werkgelegenheid. De Radboud Universiteit in Nijmegen zijn onlosmakelijk verbonden in het verleden, nu en ook voor de verre toekomst. En daarom is het mij tot slot een grote eer om vandaag de zilveren erepenning van de stad uit te reiken aan de Radboud Universiteit. Deze erepenning kent de stad sinds 1959 slechts beperkt toe, als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen en organisaties die door hun werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven van de stad op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in maatschappelijke noden of behoeften. En mag ik daarom de voorzitter van het college van bestuur, professor Dr. Daniel Wichbolders, uitnodigen om de erepenning en het draaginsigne, de Gouden Waalbrugspeld, in ontvangst te nemen. Dank u wel. Ja, burgemeester Bruls, namens de hele universiteit, alle medewerkers, alle studenten, ontzettend veel dank voor de cadeaus. Een gebouw, boeken en een hele waardevolle penning. Het onderschrijft de dierbare relatie, de duurzame relatie die we als universiteit hebben met de stad Nijmegen. En wij kijken uit naar de volgende 100 jaar. Heel veel dank. Ja, en wat een eer om deze penning in ontvangst te mogen nemen namens u allemaal. Ik zou zeggen ook applaus voor u. We gaan deel 1 van het programma afsluiten. Majesteit,
Graag nodig ik u uit om in de pauze in gesprek te gaan met medewerkers en studenten van onze universiteit over 3 thema's. Over duurzaamheid, over kunstmatige intelligentie en over de Nederlandse identiteit. Graag wil ik u ook nu alvast danken voor uw aanwezigheid en voor uw bezoek hier tijdens het eerste deel van ons programma. We zijn u zeer erkentelijk. Na de pauze, wat een unicum is in een academische plechtigheid voor onze universiteit, na de pauze vervolgen we het programma in deze zaal met de uitreiking van maar liefst 6 eredoctoraten. 1 per faculteit, zoals u weet, de zevende faculteit, 1 eredoctoraat is al uitgereikt in mei. Ik mag u zo verzoeken om de zaal te verlaten en ik heb daarbij ook een tip. Mijn tip is, gebruik de zijdeuren. Dat scheelt een stuk in plaats van allemaal alleen de achterste deur. Dus maak gebruik van de zijdeuren om zo de zaal te verlaten. En wanneer de bel ringt, bent u weer van harte welkom terug hier in de zaal. Hartelijk dank tot zover en ik verzoek u allemaal...
zijn hier bij Cultureel Centrum Gezellig voor de kledingruil van de 100 Radboudgebaren. Mensen komen hier uiteraard om hun kleding te ruilen en we hebben echt ontzettend veel binnengekregen, dus super tof. En allemaal verschillende mensen komen hier samen, dus het is hier heel leuk en we zijn blij dat het zo goed geslaagd is. We as the Kindness Collective Nijmegen are hosting a workshop about giving compliments for the 100 Radboud gestures. And we're very happy to spread this positivity. Dan zijn jullie de experts. Bij de Radboud Universiteit wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe kennis, experimenten gedaan. En dat doen wij hier met Mad Science, doen wij dat ook. Inspireren wij kinderen om nieuwsgierig te zijn door middel van experimenten. Zullen we aftellen? With this Radboud gesture, we want to bring neuroscience and advanced data processing and visualization to the general public. We staan hier bij het Radboud Gebaarde Taalwinkel en hier geven we mensen gepersonaliseerde mini-colleges over het thema U versus Jij. Wij zijn van het Herseninstituut, het Donders van de Radboud Universiteit. En we doen vandaag twee dingen hier met de kinderen. We doen een toneelstukje waarbij ze allemaal een individueel neuron spelen. En daarnaast doen ze een experiment waarbij ze kunnen zien hoe snel het brein een nieuwe beweging kan leren. Tot nu toe ging het hartstikke goed. Kinderen zijn heel erg enthousiast en ze vinden het leuk. Radboud Kids is een mooie manier om kinderen in contact te brengen met het Radboud en wetenschap doen. En vandaag kunnen we ze meenemen in wat voor type onderzoeken we doen, wat erbij komt kijken, wat ze daarvan kunnen leren en waarom dat ook belangrijk is. Ja, de kinderen waren enthousiast. Ze kwamen al enthousiast aan dribbelen om de verschillende onderzoekjes te gaan doen. Wat geweldig hier op het Radboud Festival. Met z'n allen vieren we hier met prachtige muziek en geweldige sprekers het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit. Ik heb net genoten van Nona die je hier in de achtergrond hoort en ik kijk uit naar de rest van de middag en avond. We'll be right back.
dit festival over wetenschap en muziek met wetenschappers en met muzikanten en dus ook enkele wetenschapmuzikanten. Welkom. Zijn we zover? Welkom bij dit tweede deel van de Academische Lustrumzitting. Vandaag vieren we 100 jaar wetenschap die een betekenisvolle invloed heeft op onze maatschappij. Onze universiteit heeft 7 prachtige faculteiten die ter gelegenheid van dit eeuwfeest even zovele eredoctoraten mochten uitreiken. De oudste faculteit, die van de filosofie, theologie en religiewetenschappen, deed dit al eerder. Zij reikte het eredoctoraat uit aan Michael Sandel op 9 mei jongstleden in een indrukwekkende bijeenkomst die door velen van ons werd bezocht. De overige 6 worden dit komende uur uitgereikt. Een deel van deze zitting is in het Engels omwille van onze eredoctoren en hun gezelschap. An honorary doctorate is awarded to individuals who have made an exceptional achievement in science or beyond. With an honorary doctorate, the university explicitly states that this exceptional achievement expresses some aspect of our university's values. As Radboud University, we are extremely honored that 6
formidable scientists traveled here, in some cases from far away, to receive their honorary doctorate. Each faculty has its special reasons for nominating their particular honorary doctor. These reasons will be presented by the honorary promoter of the faculty, appointed for this purpose by the Council of Deans, and these reasons will be explained in a short laudatio. The candidate for honorary doctor will then come forward and receive the sign of the honorary doctorate, that is the kappa, a short red cloak that is applied by the honorary promoter and myself. Also, a diploma is presented confirming the honorary doctorate. It is important to underline that with this ritual, the honorary doctors become a full member of our Radboud University community, exactly like the doctors who defend their dissertations at our university. After the presentation of the signs, the honorary doctors each will give a short acknowledgement in which they explain the meaning they grant to this honorary doctorate. De eredoctoraten worden twee aan twee uitgereikt in de volgorde van de oprichtingsdatum van de faculteiten, de oudsten het eerst. Telkens na de uitreiking van twee eredoctoraten worden wij getrakteerd op gedichten van de voormalige en de huidige campusdichter Derk Wijkamp en Thijs Kersten. En er is ook muziek. I now have the pleasure to invite the honorary promoters and the candidate honorary doctors of the Faculty of Arts and the Faculty of Law to come forward, please. Professor Miriam Enestes of the Faculty of Arts is honorary promoter for Professor Mary Beckman, Professor Emerita of Linguistics at The Ohio State University. Please, may I invite you to step forward, both of you. Thank you. And I invite the honorary promoter to give the laudatio for Professor Beckman. And we will stand here and wait until she's finished. Please. This university anniversary would not be complete without an honorary doctor in the language sciences. We are honored that you, Mary Beckman, accepted to become an honorary doctor of Radboud University. You have contributed so much to the language sciences. You are well known for your insights in how speech is structured, the sounds, the words, and especially the tones. You also showed that we had to radically change the way we study speech. The formal system and physical properties of speech have to be studied together because they influence each other. Meanwhile, you are a shining example of how to support junior researchers. Your research focused on multiple languages, including Japanese, your mother tongue. Likewise, I now congratulate you in multiple languages. Congratulations, gefeliciteerd, omedeto kuzaimasu. With the power entrusted by law to the doctorate board, I hereby confer upon you Professor Mary Esther Beckman, an honorary doctorate from Radboud University with all the associated legal and customary rights and duties with respect to academia and society. Thank you.
I now invite you, Professor Beckman, to deliver your acknowledgement, please. Good afternoon, and thank you for including me in your centennial celebration of this university. I'm deeply honored to receive this honorary doctorate and humbled by the description of my contributions to speech research. The first time I was here in Nijmegen was 23 years ago, when the university hosted the 7th Conference on Laboratory Phonology. This is an international series that we've held roughly every 2 years since 1987, with the 19th one scheduled for next year in Seoul, Korea. When we started the series, our aim was to foster dialogue between two groups of speech researchers. One group, the phonologists, focused on representing how linguistic constructs such as consonants, vowels, syllables, and intonational melodies might be organized as abstract patterns in the mind. The other group of linguists, the phoneticians, focused on modeling how the physical properties of speech allow speakers to convey these patterns to listeners. Phonologists must account for the ways that abstract patterns differ across languages and dialects. Phoneticians must account for the ways that vocal tracts differ between men and women and across the lifespan. These differences make speech an archetypal mind-body problem. For many decades, there had been institutional barriers inhibiting a more unified approach to this mind-body problem. For example, in the United States at the time, phonology was taught as a core part of the curriculum in every department of linguistics, but phonetics was typically taught instead as a part of the curriculum in speech pathology in departments of speech and hearing science. When we organized the first conference, we tried to overcome these institutional barriers by scheduling 5 half-day sessions with a diverse group of scholars presenting position papers on some question at the boundary between phonetics and phonology, followed by several commentary papers. We also scheduled as much time for discussion by the audience as we did for discussion by the commentators. Every subsequent conference has adopted a similar structure, and the community that has developed from this biennial exchange is characterized by encompassing a wide range of backgrounds, approaches, and viewpoints with the shared goal of understanding speech and its role in human communication and in human communities. 2 other characteristics of the laboratory phonology community are that we have a deep gratitude to scholars who come before us and to scholars who will come after us. We respect our elders and encourage proper citations to earlier scholarship. We also respect our youth and have a practice of asking experienced researchers to refrain from speaking in the discussion periods until at least 2 younger researchers have been given a chance to make their comments. Another characteristic is that the conference organizers encourage scholarship on a wide range of languages and language families. This characteristic seems especially important to me because I grew up speaking 2 languages that are very different from each other in the ways in which sounds, syllables, and words are organized into utterances. To give you an example, my English word fish is a single syllable, which takes me a bit less than a second to produce. When I say it all by itself, I might produce a falling pitch pattern, fish. By contrast, my corresponding Japanese word, sakana, takes me no more time to say, but it is 3 syllables. Also, I say it with a rise in pitch to a plateau that extends to the end of the word, sakana. Modeling these different rhythms and melodies was the subject of my dissertation research and of a subsequent research monograph. Growing up with 2 such rhythmically different languages made me keenly aware that speakers do not exist in isolation. Rather, what we do when we speak is to exercise abstract knowledge and motor skills that come from our induction into a specific speech community. That is,
Unlike our closest non-human primate relatives, human infants do not come into the world knowing how to produce all the words of our species. To communicate with our conspecifics, we must learn the vocal patterns of a specific speech community. So, more recently, I've done research on how cross-language differences shape the kinds of immature productions that 2- and 3-year-old children make as they learn the sound systems of their first languages. To summarize, each human infant builds a vocabulary and a grammar of how to say and hear the words and phrases of the language being spoken by the infant's caregivers and by the larger social circles that the infant grows into. This means that we must study speech in the context of human speech communities, and it is a fundamental reason why understanding speech requires a unified approach shared by a diverse research community. Thank you. Thank you, honoree Dr. Beckman, and please be seated. Ik nodig nu de erepromotor en kandidaat-eredoctor van de faculteit der rechtsgeleerdheid uit om naar voren te komen. Professor Roel Schutgens, decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid, is erepromotor vermeerste Geert Korstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden. Professor Schutgens, ik nodig u uit uw laudatio uit te spreken. Meester Korstens, alle juristen die hun vak ook maar een beetje waard zijn, proberen hun bijdrage te leveren aan het uitdragen van de waarden van de democratische rechtsstaat. Maar wij kennen maar heel weinig juristen die zich daar met zoveel overtuiging en succes voor hebben ingezet als u. Ooit als jong en gedreven officier van justitie, later als maatschappelijk betrokken en wetenschappelijk gezaghebbend hoogleraar strafrecht en uiteindelijk als president van de Hoge Raad die de spreekwoordelijke luiken heeft opengegooid. Helder en genuanceerd, onverzaagd en welgemoed bleef u tegenover ieder die dat wel en soms ook tegenover ieder die dat even niet wilde horen de onschatbare waarde van de democratische rechtsstaat uitdragen. En u gaat er onvermoeibaar mee door, in woord en geschrift, van prestigieus congres tot in het spreekwoordelijke wijkzaaltje. Dokter Meester Korstens, een voorspoedig land is een noodzakelijk een rechtsstaat. Maar die rechtsstaat is een abstract en voor velen ongrijpbaar begrip. U geeft dat onschatbare abstractum een stem, een gezicht en een hart. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Uit kracht van de bevoegdheid op grond van de wet aan het College voor Promoties toegekend, verklaar ik bij deze aan u, Geert Korstens, het doctoraat honoris causa te verlenen aan de Radboud Universiteit. Hiermee gelden voor u alle plichten ten aanzien van wetenschap en samenleving die door wet of gewoonte daaraan verbonden zijn. Uitnodigen voor uw dankwoord. Egregissima rectrix magnifica. Egregissime promotor honoris causa. Pro magno honore quome auxistis vobis gratulor. En ik bied aan burgemeester Bruls aan om die paar woorden die hij straks heeft uitgesproken te vertalen.
Maar ik moet u geruststellen, ik zal nu verder gaan in het Nederlands. En ik zei zo even, voor die enkeling die het misschien niet heeft begrepen, hooggeachte rector Magnificus en hooggeachte promotor, voor de grote eer die u mij hebt betuigd, dank ik u. In mijn boek over het Nederlands strafprocesrecht prijkt het motto There but for the grace of God goes John Bradford. En die waren uitgesproken, einde van de middeleeuwen, door de hofprediker John Bradford, toen hij zag dat veroordeelden naar de galg werden geleid. Onder andere omstandigheden grootgebracht. Met andere vrienden, dan zou ik, John Bradford, misschien degene zijn geweest die naar de galg werd geleid. En die woorden inspireerden me en inspireren me nog altijd. Ze nopen tot barmhartigheid, bescheidenheid en tot een behoorlijke behandeling van wie in de fout is gegaan. Barmhartigheid, een oud Bijbels begrip. Paus Franciscus schreef er prachtig over. Het begrip heeft te maken met de notie van het menselijk tekort. We gaan allemaal soms de fout in. En wie geen barmhartigheid kan opbrengen, verheft zich boven de ander. Die zegt dat hij het wel anders gedaan zou hebben. En daar kunnen goede en overtuigende argumenten aan ten grondslag liggen. Maar het is altijd redeneren en ook oordelen op basis van het heden. En dus met de meerdere kennis van het heden. En dat is soms te gemakkelijk. Bescheidenheid. De eerder dit jaar tot het doctoraat honoris causa geroepen Michael Sandel, stond ook op deze plaats zojuist gememoreerd, vroeg terecht hiervoor aandacht. Talenten kun je ontwikkelen, maar het begint met de verwerving ervan. En daarmee ben je gezegend of niet. En er is geen reden om jezelf op de borst te kloppen voor de talenten die je nu eenmaal hebt gekregen. De woorden van John Bradford roepen ook op tot een rechtvaardige behandeling van mensen die in de fout zijn gegaan. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Samenlevingen moeten geordend worden en daarbij spelen de basisregels van de rechtsstaat een rol, een cruciale rol. Zonder die basisregels is de orde onvolkomen. Een door geweld of terreur, al dan niet van staatszijde, beheerst de samenleving, dat willen we niet. We willen orde, maar ook een rechtvaardige orde, waarin allen als waardige en vrije mensen worden erkend. En die idee is uitgewerkt in de elementen van de rechtsstaat. En aan die vrijheid besteedde de bisschop vanochtend ook aandacht toen hij sprak over Titus Brandsma. Gelukkig is de laatste jaren de aandacht voor de idee van de rechtsstaat gegroeid. Maar anderzijds wordt de rechtsstaat ook bedreigd. Niet alleen ver weg, maar ook op ons eigen continent, het oude Europa. Dus enerzijds aandacht en anderzijds gevaar voor afbraak. En het besef dat de democratische rechtsstaat voor de vrijheid van ons allen van wezenlijk belang is, lijkt onvoldoende ingedaald in de samenleving. En de beroemde Amerikaanse rechter, Lance Hand, die zei het zo. Liberty lies in the hearts of men and women. When it dies there, no constitution, no law, no court can save it. En die gedachte van vrijheid voor iedereen gaat uit van het postulaat dat elke mens aanspraak moet kunnen maken op erkenning van zijn of haar waardigheid. Het is van essentieel belang de lijn die loopt van menselijke waardigheid via individuele vrijheid naar de rechtsstaat steeds opnieuw te verhelderen. En het is zaak de boodschap over te brengen, ook aan de jongere generaties. In die idee van de rechtsstaat komen de waardigheid van elk mens en diens vrijheden tot uiting in een structuur die uitgaat van de gebondenheid van ons allen aan de wet, van evenwicht tussen de staatsmachten en van erkenning van fundamentele rechten van een ieder. En in geval van conflict of wetsoverschrijdend gedrag heb je toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechters. Het zijn in de eerste plaats structuren die houvast bieden. Maar daarnaast is het ook noodzakelijk
dat de in die structuren besloten liggende waarden worden voorgeleefd. Het goede voorbeeld geven, een moreel kompas ontwikkelen, dat zijn de culturele componenten die de rechtsstaat verder helpen. En ik ben er zeker van dat ook aan deze universiteit de nodige inspanningen worden verricht om de idee van de rechtsstaat te verbreiden. En ik eindig met een variatie op de woorden, u zult misschien wat verbaasd zijn, er volgt geen klassiek auteur, een variatie op de woorden van de liedzanger Huub van der Lubbe van popgroep De Dijk. Die zijn geliefde betroffen, maar ook op de rechtsstaat kunnen worden toegepast. Je weet pas wat je mist als ze er niet meer is. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik de ere doctoren en de ere promotoren verzoeken hun plaats weer in te nemen, want dan komt er nu een intermezzo. Goedemiddag, mijn naam is Dirk Wijkamp. Ik was vorig jaar campusdichter van de Radboud Universiteit. En ik heb een gedicht meegenomen. En dat is een felicitatiegedicht voor een bijzonder iemand. Zo even klonk hiernaast het lied Lang zal ze leven. In de stad staat er poëzie op de dansvloer. Diep gekrast door de stijlvolle hakken van een magische pen vinden woorden als breekbare mensen hun plaats en vormen beeldschone stroven tegen het licht van jouw dans. Het schrift ligt op de schrijftafel onder het open raam. De naald spiegelt de groeven en ik steek nog een sigaret op. Bij het blinken van de vlam zie ik je gezicht oplichten. Ik bied je er eentje aan en leg hem in je mondhoek. Hangende het schijnen van het maanlicht in de rook, ontwaar ik dan een vreemde kamer. Als ware het jouw hakken, danst mijn pen daarover het papier. En ik hoop dat woorden die gekrast kunnen. Ik drukte mijn oor tegen de muur en zong fluisterend, zwijgend haast van je hiepe de piep, hoera. Hartelijk dank. Hartelijk dank, Dirk Wijkamp en muzici. Dan nodig ik nu de erepromotoren en kandidaat-eredoctoren van de faculteit Medische Wetenschappen en van de faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica uit om naar voren te komen. Alsjeblieft. Oppassen met het altijd lastig. Neemt u plaats. Please take a seat. Professor Chantal Rovers van de faculteit der Medische Wetenschappen is erepromotor voor professor Mark van Ranst, hoogleraar virologie, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Mag ik u vragen naar voren te komen? Professor Rovers, mag ik u uitnodigen de laudatio voor professor Van Ranst uit te spreken?
Professor Mark van Ranst, u heeft als vooraanstaand viroloog met buitengewone toewijding en expertise velen in België en ver daarbuiten beschermd tijdens de COVID-19-pandemie. Uw enorme inzet voor de wetenschap en volksgezondheid heeft talloze levens gered en met uw begrijpelijke en duidelijke communicatie bent u voor velen een symbool van hoop en vertrouwen in de wetenschap gebleken. U bent een baken van kennis en betrouwbaarheid, een brug tussen complexe medische informatie en het grote publiek. U bent doortastend, standvastig en zet door, ondanks bedreigingen en felle kritiek. Uw communicatieve vaardigheden en onvermoeibare pogingen om feitelijke informatie breed te delen hebben geholpen om angst en verwarring te verminderen in de voor ons allen onzekere en moeilijke tijden. Uw bijdrage aan de bestrijding van de COVID-19-pandemie verdient daarom zonder twijfel de hoogste lof. Uit kracht van de bevoegdheid op grond van de wet aan het College voor Promoties toegekend, verklaar ik bij deze aan u, Mark van Ranst, het doctoraat honoris causa te verlenen aan de Radboud Universiteit. Hiermee gelden voor u alle rechten en plichten ten aanzien van wetenschap en samenleving, die door wet of gewoonte daaraan verbonden zijn. Ere dokter van Ranst, mag ik u uitnodigen uw woorden te spreken? Beste studenten, hoogleraren, collega's, geachte gasten, dames en heren, dit is een grote eer. En ik ben de universiteit zeer dankbaar en ik dank ook mijn erepromotor voor haar laudatio. Natuurlijk heb ik eens gekeken naar de lijst van mensen die in het verleden eredoctoraat hebben ontvangen aan de Radboud Universiteit. En ik ben vereerd om op dezelfde pagina te mogen staan als schrijvers die ik bewonder, zoals Jeroen Brouwers, politici die hun plaats in de geschiedenisboeken zullen hebben, zoals Angela Merkel, en vooraanstaande wetenschappers die een Nobelprijs hebben ontvangen, zoals Kathleen Carico. Ik voel me heel klein tussen dat lijstje. Een eredoctoraat ontvangen is een enorm voorrecht, een buitengewoon voorrecht. Ik ontvang echter dit eredoctoraat voor dingen die ik helemaal niet buitengewoon vind. Allereerst, wanneer de samenleving heeft geïnvesteerd in jouw opleiding en je in staat heeft gesteld om te specialiseren in een zeer specifiek domein, dan is het jouw plicht als wetenschapper, net als een civil servant, om tijdens een crisis je overheid te helpen met wetenschappelijk advies. Als je bent opgeleid als arts, viroloog, epidemioloog, is het volstrekt normaal dat je in de frontlinie staat wanneer mensen medische hulp nodig hebben tijdens een epidemie veroorzaakt door een virus. Ten tweede, als wetenschapper leef je niet in een ivoren toren. Wetenschapscommunicatie is een morele plicht, een plicht om te communiceren zonder onnodig moeilijke woorden te gebruiken. Als ik word geïnterviewd op radio of tv, dan denk ik aan mijn grootvader. Albert van Ranst was een staalarbeider. Zijn handschrift was sierlijker dan dat van een koning, maar had nooit wetenschapslessen gehad. Ik weet dat hij zeer teleurgesteld zou zijn geweest indien ik iets op tv zou uitleggen met dure woorden, zodat hij het niet zou kunnen begrijpen. Wanneer je communiceert, vooral tijdens een crisis van enorme omvang, dan zullen er altijd mensen zijn die het niet eens zijn met je. En dat is normaal, dat is oké. En er zullen ook individuen zijn die je lastig vallen, je haten, je belachelijk maken, je vernederen en je bedreigen. En dat is niet normaal en dat is niet oké. En wanneer deze mensen zich gesteund voelen door parlementsleden, ook in jullie parlement in Nederland,
die voortdurend antiwetenschappelijke sentimenten aanwakkeren en zelfs pleiten tot het veroordelen van wetenschappers tot de gevangenis of het schavot, dan zullen sommige van die mensen hun aanhangers denken dat bedreigingen prima kunnen en uiteindelijk ook denken dat een expert tot het leven staan, dat dat een goede daad zou zijn. En hier wordt dat gevaarlijk. Als wetenschapper kunnen we hier alleen mee omgaan door meer en niet minder te communiceren. We kunnen dit alleen verhelpen door deze anti-wetenschappelijke politici publiekelijk aan te spreken op hun overduidelijk wangedrag en dat te doen in zeer duidelijke bewoordingen. Zeg nooit, ik ben het niet helemaal eens met wat je zojuist zei, als je bedoelt, ik ben het helemaal niet eens met wat je zojuist zei. En ik denk dat we dat te vaak doen. Zich geïntimideerd voelen en zwijgen is geen deugd en lost nooit iets op. Dus ga erop uit, informeer mensen en verdedig de wetenschap. Dit eredoctoraat is voor alle experten die in de loop van 3 lange COVID-jaren in de frontlinie stonden. Collega's uit België, zoals Steven van Gucht, Erika Vliegen, Pierre van Damme, Geert Molenbergs, Johan Eits, ook Marion Koopmans van het Erasmus Medisch Centrum, Chantal Rovers hier van Radboud, Christian Drosten van de Charité in Berlijn, Ruud Achesi van de Charles University in Praag. We hebben allemaal deze COVID-periode en vele anderen nog, allemaal op dezelfde manier meegemaakt, met exact precies dezelfde uitdagingen en problemen. En dit eredoctoraat is ook voor hen. Ik ben erg blij dat mijn naaste medewerkers hier in het publiek zitten. Sommigen van hen werken al meer dan 20 jaar met mij. Ze zijn mijn vrienden, ze zijn de beste en ik ben hen heel veel verschuldigd. En ik wil ook graag mijn ouders bedanken voor mij op te voeden in een warme en steeds bijzonder stimulerende omgeving. En ik dank mijn familie, Erna en Milo, omdat ze mij tolereren en veel geduld hebben met mij. Ik dank hen van harte. Nogmaals, ik feliciteer deze fantastische universiteit met dit 100-jarig jubileum. En ik bedank hen voor deze eer die ze aan mij en aan deze universiteit verlenen. Dank u. I now invite the honorary promoter and candidate honorary doctor of the Faculty of Science to come forward, please. Professor Niccolo de Groot of the Faculty of Science is honorary promoter of Professor Fabiola Giannotti, Director-General at CERN, the European Organization for Nuclear Research in Switzerland. Professor de Groot, may I invite you to speak your laudatio. Dear Dr. Giannotti, dear Fabiola, the discovery of the Higgs boson by the ATLAS and CMS experiments have, for many of us, including myself, been a career-defining event. Particle physics is the ultimate example of team science, with thousands of scientists making unique contributions to the results. In the ATLAS experiment, you were leading from the front, with detailed knowledge of the detector and the analyses, and when presenting our results, always emphasizing this collective effort and sharing the credits with everyone involved. Under your stewardship, CERN continues to push the boundaries of human knowledge. Your commitment to international collaboration has fostered an environment where scientists from around the globe, even from antagonistic countries, come together and unravel the mysteries of the universe. You're a tireless advocate for science education and have inspired countless young minds to pursue careers in science. The inauguration this month of the Science Gateway, which will bring CERN up to half a million visitors every year, is a testament to your dedication to this cause.
We honor your contributions to science and international collaboration. With the power entrusted by law to the Doctorate Board, I hereby confer upon you, Professor Fabiola Gianotti, an honorary doctorate from Radboud University, with all the associated legal and customary rights and duties with respect to academia and society. Honorary Dr. Gianotti, may I invite you to give your acknowledgments. Dear member of Radboud University community, I am delighted and humbled to receive an honorary doctorate from your university, in particular on the special occasion of the centenary celebration, and I would like to express my deepest gratitude to you for this recognition. Radboud is a very prestigious institution that has made extremely important contribution to CERN, the laboratory where I've spent all of my scientific life. Let me remind you that CERN in Geneva is the European Laboratory for Particle Physics. Its mission is based on four pillars. Number one, fundamental research to study the smallest constituents of matter and of the universe and the fundamental laws of nature. Number two, developing cutting-edge technologies to build the complex instruments we need to pursue our scientific objective and also to benefit society in a variety of domains. Number three, training and education. And number four, collaboration across borders with our community of almost 17,000 people from all over the world, with more than 110 nationalities represented. CERN was founded in 1954 by 12 member states, including the Netherlands, with the twin goals of bringing excellence in scientific research back to Europe after the devastation of World War II, and of fostering peaceful collaboration across European countries through science. CERN visionary founding fathers, I'm saying fathers because they were all men, where both politicians and scientists understood that the successful recovery of Europe after the war also requires investment in fundamental research, and that science is a kind of glue that can hold people together regardless of the political relation between the countries. CERN today has 23 member states, 10 associate member states, and 4 observers, and has become the world leader in the field of accelerator-based particle physics. Great discoveries made at CERN over the decades have revolutionized our understanding of the structure and evolution of the universe. The most recent discovery is the Higgs boson, a very special particle without which we will simply not exist. In its 70-year history, CERN has also developed a variety of technologies in fields like superconducting magnets, cryogenics, vacuum, electronics, and big data that have found application in many parts of society. Here I will only mention a few examples. The World Wide Web, accelerator to treat cancer, instrumentation for precise medical imaging, artificial intelligence for driverless cars, etc. I would like to emphasize that in line with our funding convention, CERN embraces and promotes open science, and our technologies are openly available to all at no cost. CERN is also an extremely successful platform for training in STEM. At any given moment in time, we are training some 4,500 people, most of whom subsequently find a job in the private sector. Last but not least, CERN global collaboration model is recognized worldwide as a reference that many others are trying to emulate. For all these reasons, CERN is a great European success and a brilliant example of European leadership in science, technology, training, and collaboration. Back to science, which is our primary mission, CERN is currently running the Large Hadron Collider, the LHC,
the most powerful accelerator ever built by humanity. And we are planning for and working on a future facility that will be even more powerful. Our main objective is to address some of the most intriguing, outstanding questions in fundamental physics. I will give one example. Only 5% of the universe is made of the matter of which we are all formed, atoms, chemical elements. 95% of it consists of unknown forms of matter and energy that we call dark matter and dark energy. As for the 5% we do know, we don't really understand why it's there at all. Because according to our current knowledge, matter should have annihilated with antimatter in the first instance of the universe. The Higgs boson is a very exotic and mysterious particle which may hold the key to unlocking some of these mysteries. And its detailed study at the LHC and future colliders will allow us to make significant progress in our understanding of how the universe works. The Netherlands has a very strong tradition in particle physics, and several Dutch Nobel laureates won that distinction for their work in this field, or in technologies used at CERN. Heike Kamerling-Onnes was the father of superconductivity, which we use at CERN every day. Simone van der Meer was a CERN engineer who built some of CERN's most glorious accelerators. Gerhard Toff and Martinus Veltam won the Nobel Prize for their theoretical work in particle physics. The Netherlands has made a great contribution to CERN throughout its history. Cornelis Jan Bakker was Director General between 1955 and 1960, and seven universities are today involved in CERN activities, mostly through the highly successful NICEF consortium. Their contribution ranged from advanced accelerator and detector technologies to computing and data analysis. And let me conclude by saying that, in particular, I had the pleasure of collaborating with several scientists from Radboud University during my years in ATLAS, one of the four LHC experiments, and witnessed at first hand their expertise in detector construction and operation and in physics analysis, as well as the important role they played in the discovery of the Higgs boson in 2012. Last but not least, during the first 3 years of my term of office as CERN Director General, I had the great pleasure of working closely alongside Professor Sybren de Jong, who in that period was the president of the CERN Council. For all these reasons, I'm so pleased and proud to become part of the Radboud University family, and I thank you for this great honor from the bottom of my heart. Thank you. Can I invite you to take your seats, because now we will have another intermezzo. Thank you for your wonderful words, and we will now listen to the poet and music. Thank you. Daar ben ik weer. Ik wou graag beginnen met toch wel zeggen dat het een ongelofelijke eer is om hier te staan. Op de dies van de 100ste van de universiteit waar ik mij zo ontzettend thuis voel. En mij ook thuis heb gevoeld de afgelopen 5 jaar. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Ik heb nog 1 gedicht meegenomen en daarna ga ik mijn opvolger aankondigen als campusdichter. Dit wordt dus echt mijn laatste kunstje. En het gedicht dat ik heb meegenomen, dat gaat er eigenlijk over dat je andere mensen nodig hebt om je ergens thuis te voelen, om je blij te voelen. Dat kunnen mensen uit het heden of het verleden zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar zeker in de tijden waarin we in Nederland leven, in de wereld leven, alle toestanden die er gaande zijn, zou ik zeggen, je moet elkaar gewoon in de ogen kunnen aankijken. En dan komt het goede vanzelf. Het gedicht is een vervolg op het gedicht wat ik bij de opening van het academisch jaar heb gedaan. Dat heette Luchtkasteel en ging over een plek die je zelf maakt om te zijn met de mensen die je lief hebt. Dit is Luchtkasteel deel 2. Op de geur van mijn kussens, tussen de zachtheid van mijn lakens, in de leegte van het nog te vullen donker, was het weer zoals het altijd was. Voor de letterbak op de gang,
Naast de bijzettafel met de foto van je te vroeg gestorven man zag ik je staan. Je ogen waren rood van die paar meter lopen. Of van het verleden, dat je maar niet kunt vergeten. Maar je parelwitte tanden, je bibberende handen, ze hielden me vast. Je was blij me weer te zien. Nu 's ochtends, net wakker geworden met de tranen in mijn ogen, schrijf ik dit op. Nog slaapdronken en wankelend vinden kwetsbare woorden als pasgeboren veulens hun plaats op mijn papier. Om je nog even vast te houden. De kachel voor je warm te maken en je dan nooit meer te laten gaan. Zo boetseer ik achter mijn schrijftafel het in het inktgevangen luchtkasteel. Vol met troostende illusies die het gevulde ochtendlicht kunnen verdragen en die ik zomaar op een onbewaakt moment kan openslaan om nog even te zijn met de mensen die ik nooit zal kunnen missen. De letterbak, de foto en je bevende handen. Eens zag ik ze toen ik een kind was, daarna in mijn dromen en thans lees ik ze in mijn gedicht. Dank u wel. En dan kondig ik nu voor u aan mijn opvolger Thijs Kersten. Dank jullie wel. Bedankt Dirk voor je mooie laatste woorden. Ik hoop dat ik jullie allemaal mooie eerste woorden kan geven. Om je campusdichtersjaar te beginnen op de dies, en al helemaal de eeuwdies, is een beetje een vreemde aangelegenheid. En ik moet zeggen dat het überhaupt lastig is om te zien waar je soort van staat als dichter. Want vandaag moet ik spreken over een heden en een verleden waarin lijden met korte ei en lijden met lange hand in hand gaan. Vraag me af hoe ik dan hier kan staan als ik me niet eik in de praktijk waar we ons bewust van zijn. Ik moet vandaag maar de theoreticus spelen. Als dichter en academicus in spe, specifiek om ons verhaal te vertalen naar een nieuwe tijd. Zie daarbij dat stabiele haven, maar ook zondvloed soms hetzelfde blijkt. Hoe ons verhaal alleen maar objectief lijkt. Vandaag ben ik theoreticus, maar ook poëtisch. Dus ik moet maar zien hoe we tegelijkertijd als systeem graag systematisch denken en toch overgaan naar speculatie met wanhoop in de wandelgang als gevolg. Hoe we zien dat ons forum verruild wordt voor het universiteitsblad. Dat die vox populi soms meer de stem is van je community dan je voorzichtig voorbereide statement. Dat we ook leren dat emotie haar plek kan claimen in onze wetenschap. Na 100 jaar Radboud is een andere stem nodig. Is een dialoog pas een dialoog als beide partijen daarmee kunnen instemmen? Heeft een vraag niet alleen een antwoord nodig met data, maar ook met gedrag? We willen als universiteit graag onze identiteit omvormen en ik snap de wetenschap. Je vormt jezelf als academicus natuurlijk in objectiviteit. Maar hoe weet je jezelf te verhouden, te beschouwen, te relativeren in pure neutraliteit? Ik zou zeggen, sta stevig in je schoenen door ergens voor te staan. Laten we terugblikken op 100 jaar geleerde lessen en dan weer ergens voor gaan. Dank u wel. In de voorbereidingen naar deze viering zijn er aan allerlei programma's, allerlei lopen, allerlei omliggende evenementen wijzigingen gemaakt.
Een onderdeel waar ik zelf van dacht, van, nou, dat vind ik iets heel moois. Dat is de loop van het cortège. Die zag er ook prachtig uit op het beeldschermpje in de artiestenfoyer. En die zal in de zaal zelf alleen nog maar mooier zijn geweest. En dat is waar het volgende aan mij deed denken. Het dragen van onze kleuren met trots. We zijn klaar. De meeste van ons zijn onze grote mond al verloren. Leren onszelf met groot ijveren weg te cijferen. Maar niet Robin. Robin voelt als Caesar. Robin draagt haar Radboudtrui met trots. Elke dag. En heeft laatst, toen de medium niet meer paste, uit passie gewoon een large gehaald. Die draagt ze nu nog als Mars-uniform. Robin verovert Nijmegen niet voor Rome, maar voor Ru. Weet dat het hier en nu geen plek is voor schuilen, maar voor schijnwerpers. Waant zich geen moment beter dan haar stad, maar blijft standvastig haar plek claimen tussen Waal en Waalpainting. Robin is shockcavalerie. En ze neemt Nijmegen bij storm. Robin is niet alleen door de stad gevormd, maar is nu ook wat haar vormt. Robin voert haar triomf van Campus naar Karel en daar ook overheen. En ik zag haar net nog deze zaal indwalen. Stralender dan die grote generaal. Robin voelt als Caesar en is trots op ons verhaal. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank Dirk Wijkamp en Thijs Kersten en dank voor de muziek. We zijn verrijkt, we zijn aangemoedigd en we zijn ontroerd. En we gaan verder met de laatste twee en niet de minste twee eredoctoraten. I now have the honor to invite the honorary promoters and candidate honorary doctors of the Faculty of Sciences and the Faculty of Social Sciences and of the Nijmegen School of Management. Please step forward. Please take a seat. Professor Ton Sillesen of the Faculty of Sciences is honorary promoter for Professor Sandra Graham. She is a distinguished professor of education at the University of California at Los Angeles. Very welcome. Professor Sillesen and Professor Graham, can I invite you to step forward? And Professor Sillesen, I invite you to deliver your laudatio for Professor Graham. We should stand. It is a great honor to serve as the honorary promoter for Professor Sandra Graham, who is a distinguished professor and presidential chair in education and diversity
at the University of California in Los Angeles. Professor Graham is very well known for her careful and insightful research on the social and academic development of children and youth, especially in multi-ethnic contexts. Her work has high scientific impact and high societal impact. Diversity and inclusion are main societal concerns worldwide. Getting along with others who are different from oneself begins in childhood. Understanding the developmental roots of inclusive behavior may hold the key to collaborative problem solving and conflict resolution among adults, so urgently needed today. Professor Graham has dedicated her long career to this understanding. It is therefore altogether fitting that the degree of Doctor Honoris Causa from Radboud University is awarded to Professor Sandra Graham. With the power entrusted by law to the Doctorate Board, I hereby confer upon you, Professor Sandra Haley Graham, an honorary doctorate from Radboud University with all the associated legal and customary rights and duties with respect to academia and society. Congratulations, and I now invite you, Honorary Doctor, to give your acknowledgments. Thank you, everyone. Good afternoon. I feel like a celebrity up here. I would like to begin by expressing my gratitude to the following distinguished faculty at Radboud University. My promoter, Professor Antonia Sillison, who nominated me for this wonderful honorary degree. The executive board of the university, especially Chair Daniel Wigboldas and Rector Magnifica Jose Sanders, the College of Deans, and the Dean of Social Sciences, including previous Dean Michael Compierre and current Dean Evelyn Krosbergen. Forgive me if I didn't say your names absolutely correctly. You know, this is an incredible honor, and I'm indeed humbled to receive an honorary doctorate from Radboud University. I've learned so much about you in the last 2 days. Yours is an institution of higher education committed to diversity, of thinking, of worldviews, of access. I see that part of your mission is to not only increase access, but also opportunity for groups who are historically underrepresented in higher education. You are committed to serving the needs of the underprivileged, those living on the margins of society, and to finding solutions to pressing social problems. This commitment is part of what makes universities great. As it enters its second century, I can see that Radboud University is well on its way to achieving greatness, and I am proud to be part of your celebration. So my own academic development in some ways mirrors the evolution of this university over its first 100 years. I haven't quite been doing it for 100 years, but it seems like that sometimes. In my research, I've also embraced diversity. We are living in an era of unprecedented growth in racial, ethnic, and cultural diversity. It's a global phenomenon, even though the particular configurations of racial, ethnic, and cultural groups may differ in specific countries. For me, the transformative demographic changes that must address two fundamental challenges in the 20th century. First, as diversity increases, how can we ensure equal engagement of all racial, ethnic, and cultural groups with society's institutions and equal access to its resources, including good schools and universities? And second, when people of different racial, ethnic, and cultural groups come in contact with one another, both voluntarily and involuntarily,
How can we reduce interracial conflict and promote interracial harmony and tolerance for diversity? I study these challenges about equal access and tolerance in the context of public schools in the United States that vary in racial ethnic diversity. Diversity refers to those things that make us different from one another. Race, ethnicity, gender, and immigrant history are the most common differences in contemporary conversations, along with differences by virtue of country of origin, culture, sexual orientation, age, SES, political affiliation, and able-bodiedness. A developmental science of diversity seeks to understand the meaning of diversity in different age groups and people's response to it. That's what I try to do in my research. I just want to take a moment to acknowledge some of the important people in the evolution of my academic life. First, I thank distinguished Professor Bernard Weiner, my mentor at UCLA during my doctoral work. Professor Weiner gave me a theoretical foundation in social psychology. From him, I learned the value of a strong theoretical framework to help manage the complexity of the social challenges that I study. And most importantly, Professor Weiner helped me discover the joys of research. But I haven't done this joyful research alone. I want to acknowledge all of my wonderful students over the years, the last 10 years in particular, which have been devoted to our research on the psychological benefits and challenges of school racial ethnic diversity. Most of my current and former students are women, and many are women of color, representing the diverse racial ethnic groups that I study. These talented women have been with me every step of the way in the shared experience of doing diversity research. We want to make the argument that attending diverse schools benefits all youth, the privileged as well as the marginalized. And so I thank those students now. And finally, on a more personal note, I want to give a special acknowledgement, or a shout out, as we say in the American vernacular, to my husband, DP, who's here today, and to our two wonderful sons, Justin and Jason, who have been by my side for this entire academic journey, and especially DP, who always keeps the light on for me. This honorary degree is dedicated to you, wherever you are. Love you guys. Thank you. Congratulations, Honorary Dr. Graham. I now invite the Honorary Promoter and the Candidate Honorary Doctor of the Nijmegen School of Management to come forward, please. Professor Yvonne Benschop of the Nijmegen School of Management is the Honorary Promoter of Professor Stella Nkomo, Professor of Human Resource Management of the University of Pretoria. Professor Benschop, I invite you to deliver your laudatio for Stella Nkomo. A little bit in the light. Dear Professor Nkomo, dear Stella, this university started as an emancipation university, recognizing the importance of access to scientific knowledge, the ability to develop that knowledge, and decision power over research agendas. The 100th anniversary is a perfect occasion to celebrate the invaluable lessons your research agenda on race and gender inequalities in the workplace teaches us. You are a worldwide authority on thinking about race and racism in intersection with gender and class in management and organizations. Your academic work spans over 4 decades, covers multiple disciplines and multiple continents. It interrogates how social differences in the workplace come about, are sustained, and how they can be changed. Your deep commitment to racial justice and equality, and your willingness to engage in difficult conversations respectfully, is motivating many of us. With the power entrusted by law to the doctorate board, I hereby confer upon you
Professor Stella Nkomo an honorary doctorate from Radboud University, with all the associated legal and customary rights and duties with respect to academia and society. Congratulations, Honorary Dr. Nkomo. May I invite you to give your delivery? Thank you. Onwards. Rector, fellow honorees, and the Radboud community, I greet you with a very full heart. I hope I can get through my words that I would like to share with you about my journey to being here standing with you. Thank you, Professor Benshop, Yvonne. We've known each other a long time, and thank you so much. I am humbled and deeply grateful to receive an honorary degree from such a prestigious and globally respected university. I could not have imagined at the beginning of my academic career that I would be standing here today. Receiving this degree is not only a recognition of the work I have contributed to understanding the complex effects of social differences in the workplace, but I think it also signals the importance of race, gender, class, and other social identities in the field of management and organization studies. I say this because it was not the case at the beginning of my academic career more than 40 years ago. And so it's gratifying to know that research on these topics has helped it to become a legitimate field of study for many others. Let me share a little bit of my story. Indulge me, and you will understand why I said that. I entered my doctoral studies with the goal of conducting research on Black managers in corporate America. Their stories and experiences were basically invisible. Instead, I was told at the time that I had to do research on an important topic if I wanted to get my degree. Racial inequality at that time was not a significant topic in the field of management and organization sciences. Yet for me and others seen as less because of our skin color, it was part of living in a racialized world that had placed us below the human line. My aim at the time was to demonstrate that organizations were not meritocracies, where everyone is rewarded based on performance, as we are socialized to believe. Instead, individual biases and structures of inequality were present in most organizations. Once I completed my doctorate, I decided I am going to study what really matters. Not just for me, but for those in organizations who were marginalized because of their race and gender. Again, I was warned, do not study that topic. You will not get tenure and promotion. I am glad I did not listen. At the annual Academy of Management conference held this past August, my heart was full because indeed 50 years later, we have a division
that is specifically dedicated to the study of social differences in organizations. And it is wonderful to know that it is now a legitimate topic that our doctoral students and our other students can study. So I take a great deal of satisfaction from having to contribute it to the legitimization of this field of study. The research contributions I made were never for personal achievement. Instead, they were about making visible the effects of inequality in the workplace. My goal was to produce knowledge for the emancipation and attainment of social justice for the excluded. I wanted to contribute to making the workplace a fairer and more equitable site where marginalized people could experience affirmation instead of rejection. Ending inequality in the workplace requires all of us to first understand not only how it suffocates human potential, but how it also limits the possibilities for creating institutions that we can all thrive within. Every day, unfortunately, there are reminders of how the world continues to be marred by deep social and economic inequalities. This is a heavy reality, and it's easy within this context to become disillusioned about the prospects for change. When I have these thoughts, I draw inspiration to dwell in the possibilities for change. And I want to share the words that keep me hopeful that one day we will get past these differences. These are the words written by Raymond Williams in his book, Resources for Hope. To be truly radical is to make hope possible, rather than despair convincing. I strongly believe that change is possible if we desire it and we are willing to work hard for it. It is my deepest hope that one day our skin colors, our ethnicities, our religions, our nationalities, our genders and sexualities, and geographic locations will matter less than our common humanity. Thank you, Radboud University, for selecting me for an honorary degree, and I wish you all the best in going forward in the next 100 years. Thank you. I now invite you to take back your seats. Thank you so much for your hopeful words, both the honorary doctors in this last round. Thank you so much. We learn from them. Thank you. Thank you all. All these honorary doctors we have been introduced to today have in common that they represent some aspect of the courage for truth and goodness and freedom, and express this in their academic research or teaching or both. They were and they are of great significance in their scientific field and in society, in their own country, or even worldwide. Through their inclusion in the Radboud community, they strengthen our university's values. They contribute to a significant impact.
and thus guide each of us to do our own scientific work aiming for a significant impact of our own. Doctoris honoris causa Mary Beckman, Geert Korstens, Mark van Ranst, Fabiola Gianotti, Sandra Graham, and Stella Nkomo, thank you so much for being part of Radboud community. We are stronger with you in our midst. You inspire us to orient ourselves towards more meaningfulness in our academic work together. So thank you very, very much. Wat een geweldig cadeau dat wij deze 6 eredoctoren in ons midden mogen opnemen en ons daarmee zo rijk weten. De komende tijd zullen we als Radboud Universiteit de uitdagingen van deze tijd tegemoet treden. Zoals onze voorzitter van het College van Bestuur aan het begin van de middag stelde, zijn er vele mooie en soms ook moeilijke zaken die op ons pad komen. Wij gaan verder met streven naar betekenisvol onderwijs en onderzoek. En wij gaan beleid maken op sociale veiligheid door het gesprek aan te gaan met medewerkers, met studenten, deskundigen en ook met andere universiteiten. Het is een thema dat ons allemaal aangaat. Als Radboud Universiteit mogen we erop vertrouwen dat we in 100 jaar voldoende kracht en samenhang hebben verzameld om ook hierin belangrijke stappen te zetten op weg naar een goede en betekenisvolle en een duurzame toekomst. Geachte aanwezigen, wij naderen het einde van deze mooie lange middag. Graag maak ik u erop attent dat voor elk van de zojuist uitgereikte eredoctoraten een boekje zal verschijnen met een uitgebreidere tekst ergens in de komende maanden bij Radboud University Press, dat ook online en open access beschikbaar zal komen. Daarnaast is bij de boekenstand in de hal het mooie boek 100 jaar Radboud in 101 beelden verkrijgbaar. Mocht u nog niet genoeg hebben van al dit feestelijks, dan kunt u de hele ceremonie nog eens een keer terugkijken op onze website of stukjes. Bovendien zijn de feestelijkheden van deze week nog niet voorbij. In de eerste plaats blijven de nieuwe eredoctoren nog enkele, of sommige van hen, de meeste van hen, nog enkele dagen in Nijmegen. Programma's te ere van hen, rondom hen, zijn te vinden op de webpagina's van de afzonderlijke faculteiten. In de tweede plaats vindt de komende dagen op de campus het Arts and Science Festival plaats. Iedereen is van harte welkom en informatie ook weer op de website. Ik dank van harte alle sprekers en artiesten, de muziek, die vanmiddag hier een bijdrage hebben geleverd. Dank aan het cortège en aan het studentencortège, bestaande uit studenten van USR en de studentenverenigingen die deze plechtigheid hebben willen opluisteren. Bijzonder, echt bijzonder grote dank aan de medewerkers van het bureau van de Pedel, van kabinetszaken en van marketing en communicatie, die deze afgelopen periode echt uitzonderlijk hard gewerkt hebben om deze dag mogelijk te maken. Ik zou eigenlijk graag een apart applaus voor hen willen. En ik dank iedereen die deze dag met aanwezigheid hier in de vereniging of online heeft vereerd. Direct na deze bijeenkomst volgt een receptie voor onze 6 eredoctoren. Zij recepteren in het restaurant bij de ontvangsthal. Ik wil u aanmoedigen om u te verdelen over de ruimtes en te genieten van een hapje en een drankje en van de ontmoetingen. Want het is echt zonde om de rest van de middag in de rij door te brengen.
Moeten we gewoon niet doen, jammer. We hebben toch al best lang gezeten hier, u zeker. Zo dadelijk verlaat eerst het cortège de zaal, nu wel een cortège, gevolgd door de eerste rijen van genodigden en eredoctores. Volgt u alstublieft de aanwijzingen op bij het verlaten van de zaal. En dan sluiten we nu de academische zitting volgens de traditie af met de volgende woorden. En ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan. Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficiis tuis, qui vivis et regnas, per omnia saecula saeculorum. Amen. Laat maar staan.